Welkom bij het COVID-19-journaal. Morgen, 23 februari, start voor Suriname de dag van de vaccinatie. Ondanks de vele voorlichtingen omtrent het vaccin, is er toch nog ruis binnen de samenleving. Heel wat mensen uiten hun bezorgdheden omtrent het wel of niet nemen van het vaccin op de verkeerde kanalen. De minister van Volksgezondheid heeft voor deze groep mensen het volgende advies. Internationaal zien we, en ook in Suriname, merken we dat er heel veel opmerkingen zijn, bezorgdheden, soms terecht, soms onterecht. En ik noem het reus, maar ook misinformatie. Eenzijdige informatie die vaak niet geverifieerd is en gelanceerd wordt naar, via Facebook en via andere social media sites. En we zijn ons bewust ervan. En ik heb aangegeven ook aan mijn team van, luister, we moeten goed gaan analyseren waarom er zoveel bezorgdheden zijn. Waarom er zoveel misinformatie is. Waarom is die houding van personen zo negatief tegenover het COVID-vaccin, welke nog niet eens is toegediend in Suriname. En we hebben gezegd, het is heel belangrijk om te begrijpen waarom mensen gevaccineerd moeten worden. Het belang van vaccin is heel belangrijk. Dat moet goed worden uitgelegd. Het is niet onbekend. Vaccineren is niet een proces welke nu zijn intrede zal doen bij de mens. Wel is het van belang om te weten dat COVID-19 een nieuwe infectieziekte is. En ook het COVID-vaccin een nieuw vaccin is. Het is een nieuw vaccin voor een nieuwe ziekte, maar het heeft wel als doel precies hetzelfde als wat er al bestond. Namelijk het vaccineren is het voorkomen van infectie, het voorkomen van ernstige ziekte door COVID. Dus we begrijpen het. Ik kan terecht begrepen als mensen bezorgd zijn bijvoorbeeld over de snelheid van waarmee het vaccin is ontwikkeld. Ik kan terecht begrijpen wanneer mensen zeggen ik ben bang voor bijwerkingen. Dat zijn terechte kritieken, terechte bezorgdheden. Maar ik kan het niet begrijpen en ik denk dat velen met me daarmee eens zullen zijn dat mensen nu nog niet geloven dat COVID-19 inderdaad bestaat. Wanneer je me na een jaar van de pandemie, langer dan een jaar zelfs, komt vertellen dat je niet weet wat COVID is, dan leef je niet in deze tijdperk. Dan leef je niet in deze periode waarbij iedereen weet welke impact COVID-19 heeft gehad op de mensheid. En wanneer je me vertelt dat het een complottheorie is of een conspiracy theorie, dan wil ik je als slechtste advies geven. Verifieer die bronnen. Verifieer de echtheid en de juistheid van berichten. Als we nu begrijpen dat mensen zeggen er zijn conspiracy theorieën en we zien die bewegingen ook, we volgen social media ook. We hebben ook vanuit de overheid controle en we proberen te kijken, monitoren, social media, de berichten, etc. Wat wij willen hebben, we hebben een target gesteld. We weten wat internationaal gangbaar is, hoeveel mensen gevaccineerd moeten worden in de samenleving, hoeveel procent. En dat is onze target. We weten dat er hordes zullen zijn, drempels zullen zijn, er zullen zelfs muren zijn die we tegen zullen komen wanneer we onze target moeten halen. Maar het is voor ons makkelijk omdat wij met de werkelijke beschikbare informatie komen die gestoeld is op evidence-based. Dus wij hebben bewijs dat we kunnen aantonen aan de samenleving, aan de mensen die twijfelen van kijk, dit is het. Je hebt gelijk, er zijn bijwerkingen. Je hebt gelijk, er kunnen overgevoeligheidsreacties of allergische reacties ontstaan. Maar kijk hoe weinig. Ik heb me zo net laten vertellen nog, het is maar 1 op de 100.000 personen die mogelijk een ernstige allergische reactie kan krijgen op het vaccin. Dat betekent als we 600.000 mensen zouden vaccineren, dan zouden maximaal statistisch gezien 6 personen een ernstige allergische reactie. Maar dat risico weegt niet op tegen die voordelen die we hebben als we al onze mensen zouden vaccineren. Want iedereen wil terug naar een stukje normaal, iedereen wil weer normaal reizen, iedereen wil weer normaal naar een show gaan of een concert. Maar je wilt ook gewoon binnen indoor een keer weer gaan dinen in een restaurant. Al dat soort zaken gaan weer mogelijk zijn. Niet na morgen wanneer we die kick-off hebben, maar nadat we een behoorlijk aanzienlijk deel van de populatie hebben kunnen vaccineren. Alles neemt tijd. We kunnen ook niet stellen dat we binnen 1-2 maanden de hele samenleving zouden kunnen vaccineren. Ook al zouden we 1 miljoen doses van het vaccin in ons voorraad hebben, het neemt tijd om elke Surinamer te bereiken. Het neemt tijd om elke Surinamer te overtuigen.
En daarmee moeten we rekening houden. We volgen het rustig. De campagne gaat een slow-moving campagne zijn. Uiteraard willen we zo snel mogelijk onze target halen. Maar we gaan niemand onder druk plaatsen. We willen hebben dat het besef intern ontstaat. We willen hebben dat het besef dat negatieve wat overheerst bij bepaalde personen nu gaat omslaan naar een stukje besef, een stukje positiviteit. Benader een zaak objectief. Dat is mijn allergrootste verzoek aan elke Surinamer. Ga altijd objectief kijken naar iets. Je hoeft het niet altijd eens te zijn met een besluit. Je hoeft het ook niet altijd eens te zijn met iets. Maar als je het niet eens bent met iets, wil ook niet zeggen dat je er tegen moet zijn. Als je kritisch moet zijn, wees kritisch omdat je redenen hebt. Omdat je valide argumenten hebt. Maar wees niet kritisch omdat je kritisch moet zijn. Niet alles wat gebeurt, ben ik er ook mee eens. Dat moet ook gezegd worden. Ik bedoel, we zijn het ook niet mee eens dat de armere landen en de landen met minder geld op de achterbank zitten om het vaccin aan te schaffen. We weten ook dat de rijke landen met de vaccins bijna snel wegrennen. Maar we protesteren daartegen. Maar we gaan het niet afkraken, we gaan geen oppositie voeren om elkaar tegen elkaar op te zijn. Dus nogmaals, als u tegen het vaccin bent vanwege een bepaalde reden, laat het alsjeblieft niet een reden zijn waarbij u zich laat leiden door personen of organisaties die een bepaalde negativiteit in u inpompen en u zich daarmee laat uw mening laat vormen. En de voorbereidingen naar morgen, dat is de dag waarop de eerste groep frontliners gevaccineerd zullen worden, lopen in volle gang. Dr. Anders Dinesh Gokul en Dr. Malti Mohan Algu geven aan het COVID-19-journaal de stand van zaken. We zijn helemaal ready. We hebben alle voorbereidingen getroffen. Alle actoren die erbij betrokken zijn ook enthousiast. We willen het allemaal tot een mooi geheel brengen. Een succesvol, vlotte afloop en vlotte start van de van het vaccinatiecampagne, de kick-off morgen. We hebben vanuit de vaccinbevoorrading en de afdeling van het NIP bij de BOG hebben we alle voorbereidingen getroffen. Het vaccin wordt van hieruit vervoerd om 11 uur morgenochtend naar de afdeling infectiepreventie. Dus het wordt gehaald door die afdeling, door het vervoer van die afdeling. En het gaat gebeuren in een vaccincarrier met goed geconditioneerde icepacks. Voor de start beginnen we in de ziekenhuisinstellingen. Dus als je zelf even vertelt, zijn alle ziekenhuisinstellingen worden meegerekend. En vervolgens gaan we dus over naar bij het breder uitrollen afhankelijk van hoeveel vaccin we krijgen. Gaan we dus ook bij de RGD en de MZ vaccinatieposten opzetten. Voor nu gaat het meer om de ziekenhuisinstelling. En elke ziekenhuisinstelling heeft één. We starten bij het academisch ziekenhuis. En er is een programma om woensdag dan door te gaan in andere ziekenhuisinstellingen. Als we eenmaal gestart zijn in AZ, gaan we dus gewoon door. Maar het gaat erom dat de mensen die gevaccineerd worden nu grotendeels uit de prioriteitsgroepen zijn die geïdentificeerd zijn door ons deskundig team. Die mensen worden als eerst gevaccineerd. Inderdaad, we zijn al ruim 2 weken bezig alles in place te krijgen, zodat wij morgen de kick-off kunnen doen. En op dit ogenblik, volgens onze voorbereidingen, zijn we op schema. Dus dat is helemaal goed. En we kijken uit naar de eerste kick-off. Ik ben erg enthousiast, maar daarnaast ook ontzettend blij dat wij het volk, behalve al die strenge maatregelen van mondneuskap dragen, afstand houden, handenhygiëne, ook nog een andere methode kunnen aanbieden om zich zeg maar te bewapenen tegen het virus, en dat is het vaccineren. En we zijn blij dat dat mogelijk is en dat we alvast van start kunnen gaan met de dosis die wij nu hebben ontvangen. En vooruitzicht is dat wij in de toekomst, niet op al te lange tijd, nog meer gaan krijgen, zodat we geleidelijk aan het kunnen uitrollen naar al die prioriteitsgebieden, prioriteitsgroepen en daarnaast naar de hele bevolking. Dus vooruitzichten zijn goed en we zijn heel erg blij en enthousiast om het uit te rollen. Ja. Al sinds vorig jaar
is men bezig geweest de prioriteitsgroepen samen te stellen aan de hand van de richtlijnen van de WHO. En op basis daarvan wordt gekeken naar welke mensen als eerste in aanraking komen, wie moet je als eerste beschermen. En je weet, we hebben een hele kleine groep van gezondheidswerkers en ondersteunend personeel die betrokken zijn bij de COVID-zorg. Die moet je als eerste beschermen. En dan moet je de mensen aanpakken. Maar dan heb je eigenlijk je personeel veilig gesteld. En dan ga je over naar de mensen die het meest getroffen worden. En dat zijn de mensen, zoals uit onze gegevens is gebleken, 60-plussers, mensen met een onderliggende ziekte, zeker bepaalde onderliggende ziektes, bij wie we zien dat als ze de ziekte oplopen, dat het een wat lastiger, gecompliceerd verloop kan hebben. Dus wat je wil doen met het vaccineren, dat je die mensen een milde beloop, als ze geïnfecteerd raken, dat ze niet ernstig ziek worden, dat hun lichaam stoffen in zich heeft waarmee ze het virus kunnen aanpakken. Want u weet, er zijn geen medicamenten expliciet die ervoor kunnen zorgen dat het virus doodgaat. Maar dus kan je een andere methode gebruiken om het virus aan te pakken en dat is het, middels het vaccineren. Dus zo zijn dan de prioriteitsgroepen ontstaan en het streven is om zo min mogelijk mensen ziek te krijgen. En als ze ziek worden, dat ze dan een mild verloop hebben en geen fatale complicaties optreden. Wat ik probeer aan te geven hier, dat jullie in communicatie toch een bepaalde structuur moeten hebben. Dat we geen mix matches uitdelen. Dat die ene, die zuster die daar is, vertelt mij A. En mijn neef krijgt van u daar een ander verhaal. Want natuurlijk of zo, taki. Hé, zet hem verteren. En als ik zie dat het niet klopt, dan ga ik het nooit doorvertellen aan mensen. Of ik ga doorvertellen dat ik beter niet nog ga. Want de mij tak gewoon loorommel er. Of de mij tak de man op een lijn. Begrijpen jullie? Dus jullie moeten gewoon een beetje structuur brengen in je communicatie naar de rest. Het tweede punt dat je zou zeggen, als je zegt, vaccin is goedgekeurd. Je weet, WHO, je vertelt een beetje daarop. Dr. Akron heeft dat ook gezegd. Dan ga je ook naar die veiligheid kijken nu. Veiligheid. Tweede aspect zou je gewoon kunnen aanbrengen in je veiligheid. Waarom is het veilig? Wat kunnen de verwachte bijwerkingen zijn? Jullie hadden het zelf over de verwachte bijwerkingen, toch? Wat kunnen verwachte bijwerkingen bij een vaccin zijn? De verwachte bijwerkingen. Ook de trainingen die gegeven worden aan de frontline medewerkers verlopen volgens Dinesh Gokul vlot. De mensen zijn gemotiveerd en heel enthousiast. In dit journaal spraken wij ook met twee frontliners die ook gevaccineerd zullen worden. De mensen waren heel enthousiast. Het was een heel interactieve groep dit weekend. Dat is tot een succesvol geheel volbracht gisteren. We zijn heel blij met ook de enthousiasme en de manier waarop we allemaal positief gestemd zijn. Iedereen in positieve zin. We willen allemaal werken. We willen allemaal dat het beter gaat met Suriname. Vaccinatie moeten we bezien als een preventiemechanisme, het voorkomen van iets. We kunnen het helaas die coronavirus nog niet uitroeien. Maar vaccinatie is de eerste stap in het voorkomen dat mensen het steeds oplopen. Ik ben zelf al geïnfecteerd geweest, dus ik ben natuurlijk geïmmuniseerd. Maar wat ik begrepen heb is dat na de 4 weken, als je klachten van COVID hebt ervaren, na 4 weken dan kan je wel de vaccin veilig toegediend krijgen. Nou, ik denk dat het meer gaat om gebrek aan informatie bij zulke mensen en invloeden van buitenaf, zoals we daarnet hebben gehoord, social media en zo. Dus die mensen hebben gewoon wat informatie nodig, zodat ze zich kunnen bezinnen. En natuurlijk heb je niet een ieder die mee gaat willen doen, dat heb je ook altijd, maar ik denk dat ze gewoon een beetje meer informatie nodig hebben om te kunnen begrijpen waarover het precies gaat. Morgen gevaccineerd en ik ben heel erg enthousiast. Het is nieuw. Dus we kijken met z'n allen ernaar uit. Niet ik alleen hoor. Dus als gezondheidswerker en iedereen, de frontliners, iedereen kijkt ernaar uit. Ja. Ik heb er geen twijfel aan. In het begin wel, maar nadat ik
goed geïnformeerd ben geworden. Ik heb ook alles een beetje doorgenomen met mensen gesproken die weet hebben van zaken. Heb ik toch besloten om me te laten vaccineren. Ik verwacht dat mensen gaan participeren, mensen zich gaan opgeven en dat ze ook mee kunnen doen. En de twijfels die ze hebben, ze mogen altijd komen. En er zijn, ik denk dat er centra zullen zijn waar er informatie gegeven zal worden. Want sowieso zijn mensen, als je naar de gemeenschap luistert, zijn mensen twijfelen mensen. Mensen zijn bang omdat ze via social media een heleboel een fake news horen, onwaarheden. En daarom nodigen we mensen uit om zelf te komen. Als je persoonlijk komt, dan hoor je van de juiste mensen. En ik denk dat wanneer ze alle informatie hebben gehad, dat ze dan wel het besluit zullen nemen om zich te laten vaccineren. En dat is de bedoeling ook. Een heel belangrijk ding. Mensen komen daar om te vaccineren, om zich te laten vaccineren. Maar ze moeten begrijpen dat ze niet alleen daar zijn voor zichzelf, maar ook omdat ze daar staan voor mensen die zich niet kunnen laten vaccineren, zoals kinderen en zwangeren. En dat gaat maken wanneer jij de doelgroep bent die wel mag vaccineren, dat je het ook doet. Zodat je in je gezin bijvoorbeeld heb je een zwangere vrouw die niet mogen, dat je hun ook beschermt en de kans op COVID-19 eigenlijk een beetje gaat verminderen. Aan de vooravond van de kick-off van de vaccinatiecampagne legt minister Amarabadin van Volksgezondheid de volgende statement af en doet ook een woord van bemoediging naar de frontliners die allereerst gevaccineerd zullen worden. Ga nu uw aandacht. Beste Surinamers, morgen dinsdag 23 februari gaat Suriname van start met de vaccinatiecampagne voor COVID-19. De kick-off staat gepland voor morgen. En hiermee is het dus de start van het beschermingstraject tegen COVID-19 officieel ingezet. U hebt sedert vorig jaar maart, 13 maart om goed te zijn, alles gedaan wat u kunt doen. U hebt zichzelf getracht te beschermen door uw mondkap op te zetten, door uw handen te wassen, door afstand te houden, door eigenlijk de maatregelen die de overheid aan u heeft geadviseerd op te volgen. Meer kunt u nu doen. En we zijn u ook daarvoor dank, want vandaag de dag zitten we in een gunstige positie qua COVID-19. We komen net uit de tweede golf en ik denk dat u na twee golven al goed door hebt welke impact een golf heeft gehad op uw eigen leven. En u beseft ook welke inspanningen u, uw familie, uw kinderen, uw naasten, maar ook de regering heeft moeten plegen om op dit punt te komen. En ik denk, als u met me eens bent, dat we allen in deze positie willen blijven. Ik denk dat we zelfs naar beter moeten gaan. Ik vind dat wij nu moeten begrijpen, na twee golven, hoe belangrijk het is om ons te houden aan de preventieve maatregelen. Maar er komt nog meer bescherming. En die bescherming, dat traject, het gaat een traject zijn, zal vanaf morgen worden ingezet. Met name bij de kick-off. We gaan beginnen en we hebben onze Surinaamse samenleving, zoals het internationaal gangbaar is, ingedeeld in een aantal categorieën. En de categorieën die zullen afgewerkt worden. Alvorens, dus per categorie gaan we afwerken, alvorens we naar de volgende gaan. We beginnen morgen met de frontliners. En de frontliners, dat zijn gezondheidswerkers die aan het bed van de COVID-patiënten staan. Zijn de gezondheidswerkers die rechtstreeks betrokken zijn in de COVID-zorg. En daarom gaan we hun als eerst beschermen. Want zij lopen het grootste risico op dit moment om in hun beroep, tijdens de uitoefening van hun beroep, besmet te raken. Dus, de frontliners komen als eerst aan bod. Daarna zal middels een grote, grootscheepse voorlichtingscampagne getracht worden elke Surinamer te bereiken, aan te geven wanneer welke groep gevaccineerd gaat worden, hoe dat zal plaatsvinden, waar dat zal plaatsvinden, wat zijn de voorwaarden, welke voorbereidingen moet u treffen, waarmee moet u rekening houden. Al deze zaken komen. Ik weet, er is veel ongeduld. De mensen wachten. Ik heb het gemerkt in de afgelopen week, in programma's, in gesprekken met mensen, met de Surinamer, dat mensen informatie nodig hebben. En we zijn ons daarvan bewust. Geef ons even tijd. Het traject
wordt morgen gestart, opgestart. We zullen dat ook brengen aan u. Het traject, hoe dat gaat lopen. De experts zullen aan het woord komen. Het ministerie van Volksgezondheid gaat zoveel mogelijk doen aan communicatie. Dat komt allemaal. Wees u niet verrast als u plotseling een gezondheidswerker voor uw deur ziet staan die de nodige informatie aan u wilt geven. Werkt u mee. Werkt u mee om die informatie tot u te nemen. Behandel elk mens gelijkwaardig. Behandelt u die Sranamang die u komt overtuigen om het te nemen op een waardige wijze. Laten we elkaar helpen. Laten we elkaar in deze periode ondersteunen. We zien aan het eind van de tunnel een lichtpunt. Maar we kunnen nog sneller daar komen als we samen ernaartoe lopen. Dus, morgen gaat het van start. Het wordt live uitgezonden. U zult het kunnen volgen. Ook COVID-journaal zal hun bijdrage leveren om zoveel mogelijk aan detail aan u te tonen. En we staan achter ons beleid. Aan de frontliners, het volgende advies. U bent geselecteerd vanwege de overheid, vanwege de medische experts, om als eerste groep Surinamers dit vaccin tot u te nemen. U bent medisch opgeleid. Ik ga ervan uit dat u beseft hoe belangrijk het is dat u beschermd bent. Ik vraag u alle medewerking te verlenen. Ik vraag u zich nationaal op te stellen tegenover het vaccin. Indien er bezwaren bestaan uwerzijds, bespreek het met uw leidinggevende binnen uw ziekeninstelling. Bespreek het met de vaccinatiecommissie. We zijn bereikbaar. Het ministerie stelt zich open voor alle mogelijke bezorgdheden om die voor u te beantwoorden. En indien er echt contra-indicaties bestaan, zult u ook afgeraden worden om het vaccin te nemen. Nogmaals, wij zullen alles eraan doen dat het traject vlot verloopt. We hopen dat wij gewoon ongestoord verder kunnen gaan met ons traject. Dat zal helemaal afhangen van onze bevoorrading van vaccins. Maar u mag weten dat de regering zich volledig inspant om zoveel mogelijk vaccins het land binnen te halen. En nogmaals, slechts vaccins die zijn goedgekeurd door de WHO. Ik feliciteer de samenleving hierbij voor morgen, dinsdag 23 februari, met de kick-off van onze vaccincampagne tegen COVID-19. Laten wij allen het traject goed inzetten, goed starten en met een positieve kijk het traject benaderen. Stay safe en laten we heel snel teruggaan naar het normale leven in Suriname. En met deze bemoedigende woorden van de minister zijn we gekomen aan het einde van dit journaal. Morgen begint het vaccinatietraject met de eerste prikjes in het AZP. Dan zijn de frontliners aan de beurt. Van deze kant uit wensen wij van het COVID-journaal de frontliners heel veel succes toe. Tot morgen.